je dat handtekening uitoefen? Geniet je daarvan? Nee, het is wel leuk. Maar dan? Ja, vraag me af, omdat je jullie elke dag hier maar handtekening moet uitdelen. Ja, soms af en toe dan ga je wel met een boos gezicht hierheen. Nee, ik vind het leuk. Het is toch leuk als je aandacht krijgt van de mensen. Ik train lekker en het is natuurlijk leuk met je oude maten weer op het veld te staan. Dus ik geniet. Heb je veel gedaan in de vakantie om fit te blijven? Ja, ik heb wel veel voor mezelf getraind, veel bootcampies. En ik ben wel fit teruggekomen. Ben jij een serieuze concurrent van Boylissen? Nou, ik wil wel een serieuze concurrent noemen, ja. Ik ben ook niet zomaar teruggehaald. Nou, het is wel gebleken dat de boer ook echt afgaat op training. Hè? Als je gewoon beter bent in training, krijg je ook wel een eerlijke kans. Ja, dat had de trainer ook al gezegd. Ik had een gesprek met hem. En hij zei ook van je stinkende best doen en meer kan je niet doen. En dan ga ik wel kijken wie er tegen Zwolle staat. Maar hoe denk je dat er zelf als kleine jongen? Ga je dan ook handtekeningen vragen aan mensen? Nou, ik weet nog wel, Andy van der Meijden, die woont in Purmerend, waar ik nu woon. En als kleine jongen kwam ik hem tegen in de stad. En ik weet echt niet meer wat er in mij omging. Maar ik zag hem lopen, ik ging achter hem aan, rennen, schreeuwen. Maar dat soort dingen. Maar wacht, rennen, schreeuwen, achter hem aan? Ja. Ja, ik zag hem lopen, dus ik dacht van ik moet een handtekening van hem. Wat riep je dan? Andy van der Meijden hier al. Ja, gewoon een handtekening, foto. Ja? Ja. Dat was het. Ja, dat was het. Mooie afsluiter. Mooie afsluiter.